Mike, schrokken jullie van de snelle 2-0 voorsprong? Ja, dat wel. Dat wel. Ja, we kwamen goed voor natuurlijk in de eerste helft. Maar uiteindelijk geven we in, het, ja, in een paar minuten eigenlijk helemaal weg. Net ja, voor maar de helft. Je zegt van we schrokken. Dus het was een raar gevoel om in één keer hier met 2-0 voor te staan. Kijk, we zijn goed gestart. Dus we hadden wel dat vertrouwen in het begin van de wedstrijd. Ik denk dat we dat ook uitstraalden. En ja, we speelden ook gewoon voetbal, proberen voetbal te spelen, duels proberen te pakken en gevaarlijk te zijn voorin. Uiteindelijk maken we die 2 goals, maar ja, het gaat gewoon een goed gevoel. Maar we geven het veel te snel weg. Ja, hoe kan dat in hemelsnaam? Ja, bij de tweede goal is het op een corner aan de eerste zone. Dus ja, het zijn individuele fouten, maar we moeten gewoon als team zijn de betere iedereen op zijn plek zetten en ja, de organisatie gewoon goed houden. Jij scoort weer een keer. Is het echt voor jou ook zo, je speelde vandaag aan de zijkant, maar is het voor jou als je op nummer 10 speelt echt zoveel makkelijker en voor iedereen zoveel makkelijker als Sadiki en Jong erbij zijn? Zijn die echt zo belangrijk? Ja, dit jaar is natuurlijk niet één keer gebeurd in de wedstrijd dat ze beide er weer waren. Vorig jaar ja, was het natuurlijk mijn eerste jaar. Ging gewoon goed. Ik denk dat het gewoon anders is als team zijnde dit jaar. En wat is anders? Zoals je net zegt, de spelers die er niet zijn. Dat verandert ook een beetje wel het team. Omdat zij vorig jaar dat zijn twee ballenafpakkers, hè? En ze hebben vorig jaar heel veel geleverd voor het team. Dat verandert wel een beetje. Dus dan moet iedereen wat meer defensief bijdragen. Waarom komt het goed? Waarom komt het goed? Ja, met jullie? Waarom zei je of wanneer? Ja, waarom? Ja, waarom en wanneer komt het goed? Ja, maar doe allebei maar. Ja, kijk, deze was een lastige wedstrijd. Zijn we goed gestart. Hebben ja, natuurlijk weggegeven. Ik denk dat we gewoon, zoals net vorige week, zoals ik zei, als team zijn we gewoon de organisatie moeten blijven houden, in elkaar moeten geloven. En van daaruit gewoon het vertrouwen halen. Net als de eerste helft van vandaag, behalve de 15 laatste minuten dan. Dat we van daaruit gewoon dat vertrouwen moeten meenemen. En beseffen dat we dat wel ja, kunnen leveren op het veld. Ik heb je heel veel gezien bij NEC. Ik heb je vorig seizoen heel veel gezien. Ik heb je heel veel complimenten gegeven. En was ervan overtuigd en ben ervan overtuigd dat je vele stappen hoger kan. Ga je ze waarmaken? Ik hoop het, ik hoop het. Nou, natuurlijk, je moet erin geloven. Ik hoop het, ik hoop het. Ik probeer zeker mijn best te doen. Gewoon week in, week uit als ik speel natuurlijk. En van daaruit zal ik gewoon proberen mijn droom waar te maken. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.